Ja, vorig jaar kwam in één keer het album. En ja, weet je, dan heb je wat ervaring in de muziekwereld. En we gaan toch, dan ga je het op een andere manier aanpakken. Er kwam een album aan, 12 eigen liedjes. Er kwamen 3 singeltjes vanaf. En ja, nu gewoon een nieuwe single. En ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Dit is de eerste keer voor mij zelfs. De eerste keer? Ja, nee, vorig jaar is echt voor mij een doorbreekjaar geweest eigenlijk. Hè. Ik ben ook in aanraking gekomen vorig jaar met feestartiesten. En eigenlijk allemaal heel toevallig. En daardoor is het voor mij echt heel erg gaan rollen. En daardoor ook mijn eerste keer hier in Oostenrijk. Ik moet wel zeggen, in januari ben ik hier al geweest bij Gary's Inn. Heb ik een week opgetreden. En nu de feestweek, ja, fantastisch. Ja, weet je wat voor ons zo leuk is? Je spreekt collega's die je niet dagelijks spreekt. En wij zitten gewoon lekker een biertje drinken met z'n allen. We treden op in de feesttent en we hebben een heel programma. En ja, weet je, s'avonds is het gewoon feest. Gewoon leuk naar de collega's luisteren. Lekker netwerken, dat is heel belangrijk. En je spreekt gewoon mensen, dat is gewoon onwijs leuk. Ja, ik heb net Kees Tell al even voorbij zien komen. Jeroen Dirks heb ik zien lopen. Die lopen hier gewoon? Ja, die zijn hier gewoon. Dus ja, dat is natuurlijk ook heel leuk. Die zie je ook niet dagelijks. Nee, moet je ze even aanwijzen straks. Dan halen we straks even een paar voor de camera. Ja, dat ga ik zeker even, moet je even doen. Leuk. Zeker doen. Zeker Kees Tell, want er komt ook heel veel muziek bij Kees Tell vandaan. Ja. Mijn producer is er niet helaas. Ik werk samen met René Kai van Seafront Music. En daar heb ik een leuke samenwerking mee. En ik was een van de eerste artiesten waar hij eigenlijk zijn liedjes voor schreef. Dus ik zit niet bij een hele bekende als Kees Tell. Maar hij is er helaas niet bij. Maar ik denk zo wel even met Kees gaan praten natuurlijk. Ik heb een bedrijf in LED-verlichting. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Hè? We zitten in de crisis en mensen willen besparen. Dus ik laat dat licht eigenlijk ook nog eens schijnen bij mensen thuis. Dat doe ik tijdens mijn optredens, maar ook in het bedrijfsleven. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus dat is perfect. Ik doe nog wat in management van artiesten. Ik begeleid een aantal beginnende artiesten. Omdat ik het leuk vind om mijn eigen ervaringen, mijn eigen kennis over te dragen aan anderen. Dus ja, ik ben een bezig bijtje.